Drommel op doel. Centraal achterin Ramalho en Obispo. Jordan Theze hier met rug nummer 3 begint op de rechtsbackpositie. Philip Max is de man op links. Daarvoor het blok Sangaré. En aanvoerder Pablo Rosario. Daar weer voor Noni Madueke en Mario Götze. De mannen die moeten gaan scoren voor PSV. Dat zijn Edan Zahavi en Jorbe Vertesse. Tenminste, dat zijn de meest vooruitgeschoven pionnen in het team van Roger Schmid. Max met de actie, met de voorzet en daar de 1-0. Nee, de redding is daar van Darius Hosseini. En daar is PSV aardig voor Delbrücker SC. Want dit had de 1-0 moeten zijn. Madueke. Zahavi vertrekt. Götze met een loopactie. Zahavi met de kans. En daar is het 1-0. 12 minuten gevoetbald. En de treffer gemaakt door Edan Zahavi. De loopactie was er van Götze. De loopactie was er van Edan Zahavi. Hij krijgt de bal. En we weten dat zo'n kans wel aan hem besteed is. Voor Zahavi alweer zijn derde goal in deze voorbereiding. Maakt er 2 tegen Molenbeek. Voor wat het waard is, maar het is wel altijd lekker voor een spits om te scoren in welke wedstrijd dan ook. Hier de voorzet van Madueke. En de kopbal is prachtig, zeg, van Jorbe Vertesse. De glimlach bij Sangaré. Het voorzichtige glimlachje bij Jorbe Vertesse. Maar dit is een hele fijne, zeg. Prachtig die bal gekopt. Richting kruising. Darius Hosseini zweeft naar die bal. Maar kan er gewoon niet bij. De voorzet van Noni Madueke. En de prachtige kopbal van Jorbe Vertesse. Hier komen ze opnieuw, de mannen van Roger Schmid. Götze met de voorzet. En daar weer een treffer. En dan gaat het wel heel erg snel. Weer een kopbal van Jorbe Vertesse. En dan staat het 3-0, zeg. Götze dus met de voorzet. Pan klaargelegd op het hoofd van Jorbe Vertesse. En ook hij dus nu met 3 treffers in deze voorbereiding. Terwijl we hier Edan Zahavi zien. Madueke. Ja, die vindt het gaatje daar. Noni Madueke. Ook hij met zijn treffer. Ook hij maakte er al 2 tegen Molenbeek. Eentje vanuit een strafschop. Maar dit doet hij wel weer heel knap, hoor. En Darius Hosseini voor een 4e maal gepasseerd. Madueke met wat ruimte is. Madueke legt terug en de bal wordt binnengewandeld door Mario Götze. En zo ook hij op het scorenformulier. Opnieuw een hele fijne aanval. Opnieuw Madueke aan de basis. En Götze mag het nu afmaken. Benieuwd of dit wat gaat opleveren voor de thuisploeg. Eerst de hoekschop. Ja, dan heb je van die koppers en dan geef je die corner zo laag. Afvallende bal. En dan toch nog de kans en de treffer. Ja, het gebeurt altijd dat er een kans komt in zo'n wedstrijd. Ja, en dit is toch ook wel mooi om te zien. Hè? Kijk eens naar die lachende gezichten. Ja, je bent een amateurspeler en je scoort tegen het grote PSV. Het is Tobias Hengsmaier. De man die we eigenlijk met het hoofd hadden verwacht in deze hoekschopsituatie. Maar hij kan het dus ook met de voeten. Zahavi. Rosario. En Philip Max. Vertesse. En Madueke met het schot. En daar een treffer weer voor Noni Madueke. Deze bal leek me toch houdbaar. Maar het staat 6-1. Krijgt die bal. En schiet hem dan met links. Onhoudbaar voor Hosseini tegen de touwen. Al staat het dus 1-6. Sangaré, Vertesse, terug naar Ibrahim Sangaré. Zahavi. Edan Zahavi, los van zijn directe tegenstander. De Madueke zitten ze wel kort op, maar die komt er dan toch weer knap uit. Paasje op Jordan Theze. Theze natuurlijk buitenom met zijn rechter. De harde voorzet en de bal op de lat. Moeilijk te controleren deze bal door Edan Zahavi. 6 keer gescoord dus door PSV in die eerste helft. Eenmaal door de thuisploeg. Bruma. Uppegaard. Bij hem. Uppegaard gevonden. De voorzet van Uppegaard. En daar de treffer van Fode Fofana. En zo doen ze het toch net wat vlugger dan in die eerste helft. Fofana op aangeven van Frederik Uppegaard. Mooi moment voor hem natuurlijk. Hij mag minuten maken in PSV 1. Staat in de spits, dan wil je ook scoren. En als je dat dan al flikt,
binnen 10 minuten. Ja, dan kun je alleen maar tevreden zijn als Fode Fofana zijnde. Fofana verdedigt mee terug. Uppegaard doet de rest. Fofana. Dit is een bekeken balletje van Fode Fofana. Scheelt niet zo heel veel. Gabriel met de lange bal. Ja, die is toch steeds weer een prooi voor PSV. Gabriel die denkt, ik trap maar zo ver mogelijk weg. Dan duurt het weer even voordat ze hier zijn. Maar daar is de treffer van Fode Fofana. Zijn tweede dus op aangeven van Bruma. Dit keer bij de 1-7 kwam de assist van Uppegaard. Die staat inmiddels niet meer op het veld. Hier is het 1-8 Fofana op aangeven van Bruma. Viergever. Mooi balletje. Bruma, dit is ook een mooi balletje. Fofana voor zijn hattrick. Jazeker, Fode Fofana met nummer 3. En was het juichen bij de eerste wat voorzichtig. Bij de tweede al wat uitbindiger. Hier wil je het weten, Fode Fofana. 1-9. En dan komt die tiende goal toch wel heel dichtbij. En hier is het Mohamed Iataren. Buitenkantje voet op Davy Prupper. Prupper met wat ruimte. Prupper probeert het eens. En daar is de tiende goal voor PSV. En nu allemaal opletten op dat klokkie linksboven in beeld. Rechtsboven in beeld, zo u wilt. En ja hoor, het past. 1-10. PSV wint deze eerste oefenwedstrijd op Duitse bodem met 1-10 van Delbrücker SC. Hij maakte er 3 na rust. Fode Fofana. Het slotakkoord van de wedstrijd werd verzorgd door deze man, Davy Prupper. PSV wint dus met 1-10.